In de Van der Werfstraat in Vlaardingen zijn in de nacht van zaterdag op zondag om 19 minuten over 1 twee geparkeerde auto's uitgebrand. Bij aankomst van de brandweer sloegen de vlammen al uit de voertuigen. Na enige tijd was de brand onder controle, maar de twee auto's waren niet meer te redden.